Hallo, ik ben Desiree Stokker. Het is 3 april 2017. Zoals jullie weten ben ik vanaf 18 november 2017 de enige echte juridisch correct werkende minister-president van Nederland. Dat heb ik geregeld via de VN, de nieuwe VN-baas Antonio Guterres. De afgelopen 4 maanden is gebleken dat Guterres weigert al zijn wettelijke verplichtingen uit te voeren. Guterres is een narcistische man die uitsluitend werkt voor zichzelf en zijn persoonlijke vrijheid tot corrupt zijn en moorden. Hij weigert het internationaal strafhof te dwingen te werken als eerlijke rechtbank. Het interesseert hem dus helemaal niets dat hij letterlijk oorlogen start, mensen in gevaar brengt, het toerisme om zeep helpt, de handel om zeep helpt en zo enzovoort enzovoort. Nu heb ik een probleem en dat probleem is dat ik als persoon die bewijst dat Nederland een natieparlement heeft en het internationaal strafhof misbruikt voor moord, samen met andere leiders, de plicht heb om een regimewijziging voor Nederland te realiseren en te waarborgen via de VN. Dus wat doe ik nu? Ik ga verder als interim minister-president. Ik blijf ook nieuwe wetten schrijven voor Nederland. Ik heb internationale macht. Er zijn nu ondernemers in Nederland die dat doorhebben en die daar ook mee werken. Dat is goed. Ik blijf dus de VN aanschrijven als een instituut dat de wettelijke plicht heeft mij te helpen een regimewijziging in Nederland tot stand te brengen zonder geweld. Dat is een rotklus omdat de media altijd maar blijft liegen. Terwijl we dus nu achter de camera mensen hebben die met mijn wetten aan de slag gaan en die aan het uitrekenen zijn hoe wij binnen 3 jaar over kunnen schakelen naar een basisinkomen met een woontoeslag. De AOW is vervallen, dat wordt gewoon het basisinkomen. Het belastingssysteem vereenvoudigt, zeker voor schaal 1. Dat is namelijk, je betaalt geen belasting meer, maar je krijgt ook geen aftrekposten. En er moet een regionaal belastingkantoor worden geopend in elke regio, waar alle belastingen van de regio in eerste instantie binnenkomt. Daarboven staat een Rijksbelastingkantoor. Dat regionale belastingkantoor regelt dus het BI-inkomen en alle andere zaken die nodig zijn in de vorm van basisinkomen toeslagen. We krijgen parlementswetten die bepalen hoeveel geld er aan een bepaald budget besteed moet worden, hoeveel rechten de burger heeft en dan is het aan de gemeente om dat lokaal in gemeenteverordeningen vast te leggen en dat uit te voeren bij een gemeentebelastingloket. Dat zal op termijn minder bureaucratie zijn, omdat het volk de controle krijgt over de geldstroom in de regio. En dat betekent dat de kwaliteit van arbeid geüpdate kan worden. Dat de kwaliteit van onderwijs in het openbaar in de regio verbeterd kan worden. Er kan op kortere tijdbalken worden samengewerkt. De resultaten worden eerder zichtbaar en het volk heeft meer medezeggenschap. Als het volk niet per se anoniem wil stemmen, heeft het volk heel veel inspraak. Als het volk wel anoniem wil stemmen, is die mogelijkheid er, maar duurt het langer en heb je minder macht. Dat zijn keuzes die per regio gemaakt kunnen worden. Dat heb ik allemaal geregeld in de Grondwet Republiek Nederland en in de aanvullende wetten. Dus, Nederland heeft binnen 3 jaar minder bureaucratie. Maar de pest is dat de media daar niet in meegaat. Terwijl de media nu achter de schermen wel heel hard aan het rekenen is met mijn wetten. Want ik vereenvoudig het arbeidsrecht. Het netto loon is het rekenloon. We hebben een netto minimum inkomen. Op grond daarvan wordt ook de loonsubsidie bepaald. Er is één vorm van loonsubsidie. Geldt voor iedereen. De normen, de wetgeving die bepaalt welk persoon voor loonsubsidie in aanmerking komt, is vooralsnog, nu nog even, ongewijzigd. Ik kan niet alles in eentje voor heel Nederland gaan wijzigen. Maar vanaf 1 januari 2018 kan de salarisadministratie wel sterk vereenvoudigd worden, waardoor ondernemers dus minder administratiekosten hebben. Ze moeten wel even iets gaan doen en dat is en niet de moordenaarsclub opzij schuiven en samen dat systeem bouwen. De ondernemers betalen 30%
loonbelasting over het netto loon dat zij aan de werkgever uitbetalen. Van die 30% betaalt de werknemer 10% aan de werkgever. De verplichte loondifferentiatie over al die posten vervalt. De sectorpremie vervalt. De BTW en het accijnsysteem worden samengevoegd. Het accijnsysteem berekenen en uitbetalen is goedkoper dan het BTW-systeem. Dus we krijgen een accijnsysteem waarin het BTW-systeem is opgenomen. We werken met zo min mogelijk posten. We gaan accijns heffen over de bruto jaaromzet. We gaan accijns heffen over productgroepen en dan natuurlijk over specifieke groepen waarvan we doodziek worden of die schaars zijn en dergelijke. Er komt een vereenvoudiging in dat systeem en dat is nodig voor het internationaal zaken doen. Dat internationaal zaken doen, dat staat voor Nederland los van Europa. Nederland is nu losser van Europa gekoppeld. Donald Tusk krijgt morgen een brief. Dan hoort hij het van mij persoonlijk. En in die brief staat dus dat Nederland per 1 januari 2018 de Europese Unie erkent als wetten en verdragen databank waar wij onze nationale wet naartoe sturen voor synchronisatie van die wet met andere wetten van andere EU-lidstaten of internationale wetten. De EU is dus niet langer een investeringsfonds. Het is de bedoeling dat ik voor 1 januari 2018 zoveel macht heb dat ik nog even kan regelen dat de EU vanaf 2018 alleen nog €150 per persoon ontvangt voor dus het synchroniseren van al die wetten. Die €125 die de EU nu nog krijgt per volwassen Hollander voor het investeringen, houden we zelf, zetten we in een Nederlands EU noodsituatie investeringsfonds en dat gaan we samen investeren in noodsituaties en die laten we lopen via de Nederlandse arbeidsmarkt en de Nederlandse onderwijsmarkt. Low budget. Dus dat zijn geen mooie jongens met dure auto's en high heels girls die daar geld aan verdienen. Dat gaan we gewoon low budget op een verstandige manier oplossingsgericht investeren. Dat weet Brexit en dat weet CETA. Ik ben tegen CETA. CETA is overbodig in de economie die ik nu gestart ben. En waardoor? Nou, de Grondwet Republiek Nederland regelt de arbitragerechtbank. Guterres bij de VN zegt dat hij de arbitragerechtbank wil, maar hij bouwt hem niet. Ik duw het wel door zijn strot, maar het is voor Nederland tijdverlies. Die arbitragerechtbank regelt dat iedereen, elk individu, dom of intelligent, rijk of arm, piepklein of multinational, een probleemoplossing voor een conflict moet presenteren bij de arbitragerechtbank. En dat is de allereerste rechtbank waar wij naartoe gaan. De strafrechtbank blijft bestaan zoals hij er is, maar alle andere rechtbanken die wij in Nederland kennen, worden voortaan voorafgegaan door de arbitragerechtbank waar iedereen verplicht een probleemoplossing moet genereren. Wat je dus krijgt is dat we echte jurisprudentie bouwen, met z'n allen. En heb je dan de kennis nodig van de rechter? Ja. Die kennis heb je wel nodig, maar we hebben de kennis nodig van de nieuwe rechter. Namelijk de rechter die ook voor het volk werkt en niet alleen maar voor de elite moordenaarsclub. Dus de rechters worden gedwongen te gaan handelen in het belang van het volk en van de handel in het algemeen. Doordat wij dat systeem hebben, zijn we zelf in controle over onze zakendeals met Amerika, Canada of wie dan ook. Als we dan een nieuw belastingssysteem invoeren, waarbij de accijns, de douaneheffingen, de import-exportheffingen zijn verwerkt in de verkoopprijs, dan heeft de koper op het internet er geen last van. Dus de koper betaalt in Canada voor een arreslee $5,000 en die koper weet dan dat daar de accijnsen, de douanekosten bij inbegrepen zijn. En dan is het Canada die de douanekosten aan Nederland betaalt voor die arreslee. Die arreslee wordt opgestuurd en als koper betaal je dus dan alleen nog de shippingkosten, de vrachtkosten. Snap je? We gaan naar een nieuw systeem. De BTW wordt vereenvoudigd, wordt één accijnsysteem, één lijst, die we natuurlijk wel jaarlijks kunnen bijwerken, maar het wordt één lijst
één rekensysteem. En in dat rekensysteem zit ook de import- en exportheffing verwerkt in de verkoopprijs voor de koper. Zeg, het is 10 minuten, ik moet stoppen. Donald Tusk heeft dus morgen een probleem. Want hij zal aan Frans Timmermans moeten uitleggen dat Stockel de macht heeft binnen de EU en niet hij. Justin Trudeau heeft morgen ook een probleem, want hij zal volwassen moeten worden en moeten begrijpen dat de Elite Moordenaarsclub van Nederland tegen Canada werkt. Portugal heeft een probleem, want ze hebben een VN-baas die niet geïnteresseerd is in nationale veiligheid. Nederland heeft een probleem, doordat het volk nu geconfronteerd wordt met een dubbele lobby, waarvan zij het overzicht niet helemaal hebben, en geconfronteerd wordt met een parlement dat nu geen regeerakkoord wil afsluiten en geen beslissingen wil nemen, doordat ik dat eigenlijk allemaal al geregeld heb. Ga naar mijn website, er staat heel veel informatie op. Ga naar kabinetsformatie 2017, daar staat het regeerakkoord, daar staan de nieuwe wetten. Zet die hersenen aan en ga aan de slag. Dag!